Ja, Israel Premier Tech. Geen Chris Froome, die is thuisgelaten. En het is een goede beslissing gebleken, want de ploeg heeft zich veel getoond. Een van de mooiere ritzegers in deze Tour, de iconische Puy de Dôme, gepakt door deze, met Michael Woods. Ja, Woods die pakte hem inderdaad na een heel mooi gevecht. Daar leek het totaal niet op, want aan het begin van de klim zat hij heel ver achter. Op zijn eigen tempo naar boven gereden en mocht een iconische bergetappe in de Tour de France op zijn naam schrijven. Eindelijk, want Woods is ook al in de nadagen van zijn carrière. Maar ook andere renners die zich echt fantastisch getoond hebben. Ik denk aan een Chris Nylands die een paar keer echt een goede ontsnapping reed. Ook een paar keer dicht bij de ritzegen was. Ik moet ook denken aan Corbin Strong, een van de revelaties toch wel op sprintgebied. Met name in die eerste etappe in Baskeland had ik nooit gedacht dat hij er als 15e kon eindigen. Dus ja, al bij al best wel een Tour met perspectieven voor Israel Premier Tech. Ja, alles op deze Tour gegooid. Vuelta rijden ze niet. En is voorlopig een goede keuze geweest. Ja, zeker. Dus wat dat betreft denk ik, ook zij zijn natuurlijk hier op een wildcard. Toch wel een kleine voldoende. Yes.